eens twee leuke kinderen die bij elkaar in de klas zaten. In het begin van groep 3, bijna 4 jaar geleden dus, een Femke verkering aan Phil. Hij hoefde hier niet lang over na te denken, dit wilde hij heel graag. Tijdens een herfstwandeling zaten ze samen in een groep. De groep sloeg rechtsaf, maar Femke en Phil waren zo druk aan het vertellen met elkaar dat ze de groep uit het oog verloren en met hun tweetjes rechtdoor liepen. Het afgelopen jaar hadden ze het geluk dat ze naast elkaar mochten zitten in de klas. Hier hoopten ze al jaren op. Het geluk was echter van korte duur. Sorry. Het geluk was echter van korte duur. Ze hadden het zo druk met elkaar dat ze hun lessen compleet misten. En binnen een paar weken werden ze daarom helaas weer uit elkaar gehaald. Femke en Phil vinden het heerlijk om samen muziek te maken. Ze trekken zich dan terug op Phil's kamer waar ze samen een liedje schrijven. Vervolgens geven ze dan een voorstelling, Phil op zijn drumstel en Femke op het keyboard. Femke vraagt stevast aan de mama van Phil, wat eten jullie vanavond? En wat ik ook antwoord, zij zegt daarop, lekker, mag ik blijven eten? Phil en Femke hebben ook iets heel speciaals voor elkaar. Ze hebben thuis ieder een gevulde grabbeldoos staan met kleine cadeautjes die ze zelf maken of inpakken. En als de ander dan komt spelen, mag hij of zij grabbelen. Samen hebben ze een klapper gemaakt waarin ze hun toekomstplannen stoppen. Zo hebben ze hun droomhuis al helemaal uitgetekend en hun kinderwens hierin kenbaar gemaakt. Ze grijpen elke aangelegenheid aan, Valentijnsdag, verjaardag, om met hun tweetjes naar de bioscoop te gaan. En als ze na zo'n dag dan afscheid van elkaar nemen, hebben ze daar heel veel moeite mee. Ze wordt dan steeds uitgesteld met een verzoek om bij elkaar te logeren. En als de moeders daar dan even over na moeten denken, fluisteren ze elkaar toe dat ze gewoon moeten blijven zeuren. En dat wij het dan toch wel goed vinden. Diverse logeerpartijtjes hebben ze al samen meegemaakt, waarin ze het heel gezellig maken en kletsen in de late uurtjes. Dit sprookjeshuwelijk is een voorproefje op de echte bruiloft later, waar veel dan korting op te krijgen, omdat ze dan al ervaren bruidspaar zijn. Femke van Heel, neemt gij Phil Peters tot je wettige prins? Ja. Je mag Phil de krans om doen. Phil Peters, neemt gij Femke van Heel tot wettige prinses? Ja. Je mag haar ook de krans om doen. Lieve Femke en Phil, op dit sprookjeshuwelijk verklaren wij jullie tot prins en prinses. Ceremoniemeester, nee!